plus. Die dat leuk zo. Die dat leuk zo. Vijf rijders zijn natuurlijk nog aan. Eens kijken wat hier kan gebeuren. We hebben natuurlijk voor de FCC onze Martin Maas hier op de tweede positie. Nu maar de eerste positie voor de 159 klaar. Jorg de Lauwer. Hij gaat als eerste door die bocht heen, denk ik. En gaat daar verandering in komen. Dan Martin Maas daar een aansluiting vinden. Of is er iemand anders die daar route met eten gaat gooien voor die eerste positie? De 6-52 bijvoorbeeld van Patrick Thijssen. Het lijkt erop te zijn dat dit treintje op dit moment rond is. Om het te verklaren tussen Chantal Blonde. Die is de man van de Flying Devils. Ralf Schellekens die daar nog tussen zit. Komt daar dan die aanval van Martin Maas. Of gaat hij dat niet meer proberen en gaat hij voor die tweede plek hier in de B-finale? Als dat zo is, dan gaat de winst in ieder geval naar niemand minder dan Jorg de Lauwer.